De laatste keer dat we naar het landschap hebben gekeken, waren er meer dan 8000 marketing technologie tools. Dus het is een beetje een jungle geworden, hoe je als marketeer goed kan opereren. En daardoor zijn er heel veel specialistische marketingrollen ontstaan. En hebben bedrijven best wel even een puzzel van hoe kunnen wij nou zorgen dat we in dat snel veranderende landschap toch altijd de juiste kennis en kunde aan ons team kunnen toevoegen om toch innovatief en ook slagvaardig te kunnen opereren. Ja, vanuit die gedachte zijn we HelloMaaS gestart. Nou ja, en wat je eigenlijk ziet is dat nog heel hoop bedrijven die zijn aan het inhousen. Wat ik zelf ook heb gedaan toen ik bij JP Morgan werkte. We proberen een heel groot team in huis te bouwen om toch die slagkracht te krijgen. Maar merk je toch als je eenmaal zo'n team hebt gebouwd, ja, dat de innovatie je eigenlijk altijd achteraan blijft hollen. Nou, dan kan je natuurlijk met agencies werken, maar daarbinnen zie je ook dat er een versplintering is in het landschap. En als je op een gegeven moment 10 verschillende specialistische agencies moet gaan managen, is dat best wel veel werk. En ook best moeilijk om je merk dan consistent over al die verschillende agencies neer te zetten. Maar daarnaast zie je, en vooral ook hier in Nederland, ontzettend veel mensen die aan het freelancen zijn. En dat is natuurlijk gaaf, want dan kun je zelf veel meer bepalen voor wie je werkt, wanneer je werkt en hoe je werkt. Maar de manier waarop je dat allemaal bij elkaar brengt, is best wel een grote uitdaging en niet altijd heel efficiënt. En je ziet eigenlijk dat de marketingoperatie nog steeds in de tijd van Mad Men zich afspeelt. Nou, we zijn 15 maanden geleden gestart met het platform. We hebben dus nu een platform waar freelancers, maar ook klanten zich direct kunnen aanmelden. En daarbinnen kun je dus nu direct al gaan kijken in onze community, die heel zorgvuldig is samengesteld, om met mensen direct aan de slag te gaan. Kun je via dit platform eigenlijk de hele keten van het vinden van mensen tot ermee samenwerken, tot en met bijvoorbeeld ook community challenges te laten doen. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld als een marketingdirecteur van een groot bedrijf bezig is met het jaarplan. Ze hebben allerlei ideeën, maar ze weten gewoon nog niet zo goed hoe ze daar invulling op moeten geven. Dan wordt er een video geplaatst van die persoon op ons platform en kunnen alle freelancers die in die community voor die klant werken, daar feedback op geven. Dus het is eigenlijk een soort van crowdsourcing in een beschermde omgeving. Dus wij geloven heel erg dat je niet matcht alleen maar op basis van wat je al kunt. Wij geloven heel erg dat je ook de beste team bij elkaar kan zetten op basis van de ideeën en de affiniteit die mensen hebben met het merk en met de uitdaging die er ligt. Wat we daarnaast ook doen, is zorgen dat de kleinere bedrijven ook makkelijker toegang kunnen krijgen tot marketing. Dus we hebben recentelijk een e-commerce module gelanceerd met 50 marketingpakketten. En die gaan over 9 categorieën, van research, social media, naar lead generation, tot en met strategie. Dus dat betekent dat je eigenlijk over alle ketens heen in marketing een pakket kan kopen. En sommige kan je al starten, bijvoorbeeld een persona-ontwikkeling van €500 per maand. Tot en met dat je ongoing bijvoorbeeld je community management laat doen. En wij hebben het hele proces van hoe doe je dat nou, inclusief templates en inclusief het selecteren van een aantal mensen die er super goed in zijn, dat hebben wij allemaal al geregeld op ons platform. Dus op die manier kunnen ook kleine bedrijven met veel minder risico en zonder dat ze echt zelf marketingkennis hoeven te hebben, kunnen ze aan de slag met HelloMaaS.